Hey, de wet van vergoeding. Dit is wet nummer 6 van de 12. We zitten op de helft. En ja, dit is eigenlijk de respons van het universum op alle 5 vorige wetten die al geweest zijn. En ja, de respons is eigenlijk van oké, als jij nu doorhebt van wat je uitstraalt, vibreert, dat komt bij je terug, dan krijg je positieve dingen. Is het zo dat jij nog steeds in een slachtoffer rol zit en denkt van hé, ik heb een gebrek aan iets en ik voel me afgescheiden, dan wordt dit ook weerspiegeld. Jouw buitenwereld is een reflectie van jouw binnenwereld. Dus zorg ervoor dat jij dit leven gaat beseffen dat dit een droom is. Hoe meer jij beseft dat dit leven een droom is, hoe meer jouw werkelijke wereld een droom wordt. Ja, dat is het. Dus draai het om. In plaats van, ja, heb het gewoon door dat jij in een droom leeft. Dan wordt jouw leven een droom. Dat is hem. En de beloning die het universum geeft als jij zeg maar goed bezig bent. Jouw handelingen, jouw gedachten, je gedrag, je emoties zitten allemaal op één lijn met jouw hogere zelf. Je handelt goed. Je bent bezig met karma op te lossen, met je shit op te lossen. En je behandelt de mensen goed. Dan krijg je beloningen van het universum. En dit kan op verschillende manieren. Dit kan een financieel zijn, dus geld. Een beloning. Het kan zijn in de vorm van een compliment. Het kan een talent zijn, dat je creatief bent. En dat anderen jou bewonderen om wat je doet. Je kan een hele mooie stem hebben, dat jij zangeres bent of zanger. En je kan behalve financieel iets krijgen. Je kan vriendschappen krijgen. Of andere soorten zegeningen. Liefde, een relatie. Je kan succes hebben in wat je doet. Al dat soort dingen zijn een weerspiegeling van het universum. Van hé, je hebt goed werk verricht. Goed bezig. Hier heb je wat. Dus ja, ik vind het gewoon lijpe shit, ouwe. Het moment wanneer jij gewoon doorhebt van hé, dit is een game. Want dan ja, neem je het leven ook niet meer zo serieus. Dus van hé, ik ben hier. Ik ben een poppetje. Ik ben een avatar. En ik navigeer wel door mijn leven en ik doe gewoon, ik ben bewust van mijn gedachten, mijn gedrag, mijn gevoel en mijn acties. Want alles wat je doet, creëert weer nieuw karma. Dus wees bewust van wat je zegt en van wat je doet. En wat jij uitzendt, dat de kosmos in, dat wordt teruggereflecteerd in jouw leven. Dus wees daarvan bewust. En al de situaties die je aantrekt, die jij niet wilt, ja, dat is gewoon een barometer. Dat is gewoon jouw cue. Een teken van, hey, ik moet eventjes goed inventariseren. Even evalueren. Wat straal ik allemaal uit naar de kosmos? Want kijk eens wat er in mijn leven nu dit en dit gebeurt. En dit wil ik helemaal niet. Wat straal ik uit? Dus hou je energie, je trillingsfrequentie hoog. Wij zijn allemaal energiewezens, allemaal trillingswezens. En wat jij vibreert in jouw energieveld, in jouw aura, dat zit rondom jou. Dat straal je uit. En dat komt bij jou terug. Dus dat is de wet van vergoeding. Dus nogmaals, het kan inderdaad financieel, het kan geld zijn. Maar het kan ook een leuk dagje uit zijn met een vriend of vriendin. Of je wint een loterij. Zou ook kunnen, als je daaraan meedoet. Ja, dus zorg ervoor dat het positief is wat jij uitstraalt, wat jij vibreert. Dan komt het terug in jouw leven. Zo kan iemand jou helpen. Iemand kan jou een aardig compliment geven. Je kan ineens onverwacht een leuk telefoontje krijgen of iets in de brievenbus dat je denkt van nou, dat is onverwacht, dat is leuk. Wat een verrassing. Ja, daar willen we voor gaan. En niet de negatieve kant op. Van gebrek, wat hebben we nog meer? Angst, jaloezie. Dat is de andere kant van de medaille. Die willen we achter ons laten. Dus vergeef jezelf en vergeef de ander voor de shit die gebeurd is in je leven. Dat zijn gewoon bygones. Gewoon oude koeien, weet je. Water under the bridge. Gewoon nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vergeef de ander. En niet van, ja, ik vergeef je wel. Nee, maar echt vanuit je hart. Van, ja, ik wil hier niet meer mee rond blijven lopen met die rugzak. En het moment wanneer jij dat... Dan loop jij ook een stuk lichter rond natuurlijk. Maar dat ga jij ook uitstralen. Jij gaat meer, als jij oude wonden gaat helen ook, innerlijk werk gaat doen, dan ga jij meer licht uitstralen. En ja, waar die gaten zaten, waar jij pijn had, die worden nu opgevuld met licht en met liefde.
En dat voelt een ander, dat ziet een ander. Dat is jouw aura, jouw energieveld. Dus nogmaals, de wet van vergoeding. Zorg dat je positieve gedachten, emoties voelt en jouw acties positief zijn. Dus als iemand iets doet wat jij niet leuk van vindt, ga er dan niet met de botte bel op inhakken. Van ja, en jij dit, jij dat. Niet de slachtofferrol meer. Van hey, wat is dit voor spiegel? Wat wil dit mij vertellen? Ga naar binnen keren. Vergeef de ander van ja, jij je voelt je op dit moment niet lekker in je vel. Of ik weet niet wat het is, maar hè? Maar vergeef de ander. Doe er wat mee. En handel positief. Nou, dat is de wet van vergoeding. Tenzij je natuurlijk niet die positieve dingen op je pad wil hebben. Dan moet je lekker in je slachtofferrol blijven zitten. Zoals iedereen in de derde dimensie. Nee, we gaan nu met de ascensie. We gaan allemaal omhoog in vibraties. Moeder Aarde, Gaia, die verhoogt haar trillingsfrequenties. Wij zijn lichtwezens. Wij verhogen mee in ons lichaam. En vooral hoogsensitieve mensen, die voelen dat. Die zijn eerder vermoeid en die hebben allemaal symptomen. Maar wij worden kristallichamen. En daar zijn we met z'n allen mee bezig. Dus ga vooral positieve gedachten hebben. Want dan komt het terug bij jou. Nou, ik vind het super interessant. Morgen wet nummer 7. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Vond je dit leuk? Druk even op het like knopje. Dat zou ik heel erg waarderen. Onder mijn video typ ik altijd een lapje tekst. Lees die ook. Zou ik ook leuk vinden. En tot morgen maar weer. Bedankt voor het kijken. Namaste.